Ik wil beginnen met jou een compliment te maken over jouw spel, maar ja, je koopt er niks voor, hè? Nee, helaas niet. Maar het was voor mij een lekker debuut in ieder geval om weer te spelen en gelijk twee goals te maken. En ja, dat is wel jammer dat je dan dat niet om kan zetten in winst. Als je twee keer uitscoort bij ADO, dan moet je in ieder geval punten aan overhouden. En dat hebben we niet gedaan. Sowieso, als je als NAC zijn er twee keer scoort, gezien de afgelopen weken. Ja, dan zou je juist zeggen, dat is kat in het bakkie. Ja, je zou wel denken, maar we geven de goals te makkelijk weg, denk ik. En dat had niet goed, we hadden niet hoeven verliezen vandaag. En ja, dan is het zonde dat je nu zo weer op achterstand staat. Ja, even over je eigen spel. Je maakt dus twee goals. De fans riepen al alle ballen op Demi. En je hebt wel je visitekaartje afgegeven vanavond. Ja, het is mooi als je na zo'n periode belangrijk kan zijn en dan ook twee keer kan scoren. En ik denk dat ik Guillon ook nog een keer goed voor de keeper zet die gewoon de 2-0 moet maken. En dan komt alleen maar meer ruimte voor mij en dan wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker voetballen. En daar moeten we gewoon de komende weken gewoon mee doogloos gaan zijn. Kansen afmaken. Je goals vielen vrij gunstig. Snel de 0-1, na de 1-1 meteen de 1-2. Ik dacht, NAC gaat deze wedstrijd op deze manier misschien zelfs wel winnen. Ja, ik denk ook dat we hadden moeten winnen. Ik denk dat Guillon de 2-0 had kunnen maken. En daarna Ruben volgens mij ook kort naar rust, die bal op de lat. Dat moeten gewoon goals zijn. Dan sta je 2-0 voor in Den Haag. En dan wil ik nog wel zien of ze nog wel terugkomen. Ja, wat is dan de verklaring dat het dan alsnog misgaat in dat laatste kwartier? Ja, hun gaan wat meer aanvallend spelen. En ik denk dat de hele wedstrijd het probleem was dat hun gewoon te makkelijk ballen vanaf de flanken konden geven. En ik denk dat ze 50 ballen gewoon voor hebben geslingerd. En er was geen druk op de bal. En dan zie je dat die bal een keer goed valt en dat Kramer hem erin legt. Heracles wint vanavond. ADO wint. Het is een hele slechte avond zo voor NAC Breda. Ben je het met me eens? Ja, zeker. We wisten al dat Heracles voor stond. En uiteindelijk ook wint. Dat is heel erg lastig. Maar we moeten alleen naar onszelf kijken. En we moeten zelf de wedstrijden winnen. En ik denk dat Cambuur dat gewoon een ommekeer moet worden. En de thuiswedstrijden gewoon allemaal winnen. Dat klinkt heel mooi. Maar goed, het is al een behoorlijk negatieve reeks waar jullie mee bezig zijn. Ja, klopt. Maar we gaan gewoon zorgen dat we vrijdag gaan winnen. Daar ben ik van overtuigd. Denk je dat er nog een mogelijkheid in zit dat NAC die na-competitie gaat ontlopen? Omdat al jullie concurrenten vandaag hebben gewonnen. Dan moet dat een heel lastig verhaal worden. Ja, het wordt wel steeds moeilijker. Maar wat ik zeg, we moeten thuis hebben we nog een aantal tegenstanders. En dat zijn, aardig wat punten die je op kan halen. En ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Overheersend. Je hebt welk gevoel? Stap je zo meteen de bus in? Ja, toch wel teleurstellend als je ziet dat je toch zelf een goede wedstrijd speelt, maar uiteindelijk wel verliest. En dat is wel kloot.